Hoi! Hi guys! Welkom bij Beauty Fun met Helly en Slitty! Welkom bij een nieuwe aflevering. Welkom allemaal. We zitten er weer. Check out this girl's make-up. Slayin! Dus dat. We gaan weer praten over make-up. En we gaan weer make-uppen. Weet je al wat je gaat doen? Je weet al wat je gaat doen. Ga je het met ons delen? Oké! We got a new palette. Een nieuw palette. Splinternieuw. Make-up artists, wanneer ze nieuwe dingen halen, worden ze helemaal blij. Dus dat. I got the Naked Palette Honey. Die gaan we vandaag gebruiken. Past precies bij je haar. En jij mag hem uitpakken. Ik mag hem uitpakken, Mieke. Maar rustig. Oh. Wauw. Hij is super dope. Super mooi. Woehoehoe. Oké. Okay. Oh my god. Oh. Nice, hè? Gold. Luister dan. Dit is Naked. Ja. Goed merk. Gebruik je dit altijd? Niet altijd, maar ik heb wel bijna alle palettes. Oké. Okay. En brutale vraag. Is hij duur? Ja, wat is duur? Ja, het zeg dan gewoon de prijs. €55,05. Dat is best duur. Maar ja, jij krijgt natuurlijk je geld terug omdat je mensen dit opmaakt en dan, je weet toch? Maar het is wel een investering. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil gewoon even... Dat dacht ik al. Eentje Ik wist dat je dat zou doen. Ik moet eerlijk... Kijk. En dit bedoel ik, hè. Kijk. Echt gaan. Kijk, dat zie je. Ik weet niet of je het ziet. Ik heb heel zuinig gedaan, ja. Want ik dacht... Maar het is van Harry. Maar ik ga het gebruiken, hoor. Zeg maar. Laat het maar zien. Oké, laten we even... Migado, kijk. Dit is wel kwaliteit. Begrijp je? Ik weet niet of je het goed kan zien. Ik heb nog steeds niet veel gezet. Want het is €55. En het is van Helly, is het niet van mij. Maar ik zeg eerlijk, ik vind hem wel echt mooi. Wauwie. Oké. Weet je wat? Ik denk dat dit gewoon een goede investering is. Als je gewoon, weet je. Je kan lang doen met oogmake-up. Mm-hmm. Ja. En weet je, voor special occasions, deze kleuren zijn geweldig. Dus vertel ons wat je gaat doen, vrouw. Nou, we gaan dus met deze tinten werken. Er zitten vooral aardetinten in. En ja, a touch of gold. Oké. Zo. Hey. Een nieuwe kleur, want je kop is altijd... Dus dat, meestal wel, hè? Ja. Oké, dope. Je gaat weer beginnen met reinigen, zoals altijd. Oeh, I like it. Wat is dat? Dat mag ik niet. Echt lekker. Ja, man. Het is een nieuwe reiniging van de hemel. Echt waar? Mm-hmm. Ze hebben een nieuwe lijn. Ja. En ze allemaal vegan. Ja. En hier zit dus komkommer. En I like this. Ik vond hem zo lekker ruiken dat ik dacht, ja, dit ga ik gewoon gebruiken. Je doet alsof ik alles heb opgesnoven. Je zet gewoon meer. Deze chick met een grote neus snuift alles al. Ik hou van kwaliteit sowieso. Maar ik hou ook van gewoon... Je weet toch, kijk, €55 wil ik wel één keer uitgeven voor eye make-up. Maar welke merken gebruik jij die ook kwaliteit zijn, maar de helft van de prijs van Nick? Je hebt Revolution. Mm-hmm. Die ken ik. Reinig. Oh ja. Revolution. Even nadenken. Ja, Revolution sowieso. Weet je, je hebt een pallet voor, wat, €6-7. Mm-hmm. En de, ik vind de kwaliteit wel goed. Ja. Goed gepigmenteerd. En, oh, de W7. De W7? Ja. Oké, die ken ik dan niet. Ja, die wordt niet overal verkocht, maar je kan hem wel online bestellen. Ik gebruik het vaak in de workshops, geef het cadeau. Oké. En ja, dat is wel gewoon... Een goed gepigmenteerde palet. Oké. Welke kleuren kan je dus absoluut niet met elkaar mengen op je ogen? Of is daar, heb je zoiets van, nou ik denk als je het mooi doet kan alles wel?
precies dat. Ja? Ja, want soms krijg ik te horen van, ik vind roze zo mooi, maar dat staat niet bij mij. Ik heb me een keer laten opmaken met roze oogschaduw. Mm-hmm. En het zag er echt niet uit. Het is hoe je het aanbrengt, maakt niet uit wat voor kleur. Oké. Okay. Dat weet ik niet aanbrengen. Oké, okay, oké. Okay. En blender. Blender. Oké. Okay. Heel blind, hè? Ja. Mm-hmm. Laat me het watje kijken, ben ik weer vies. Ja, dat valt me een beetje vies. Ja, hè? Want ik heb gereinigd voordat je kwam. Poriën, hè? Ik heb best wel grote poriën, want ik word oud. Zie je het? Best wel mee. Valt mee? Maar je hebt toch een of ander spul waarmee je je poriën zeg maar kan vullen of zo? Raad je dat aan of heb je zoiets van don't do that? Het helpt wel. Ja? Het helpt wel. Je hebt duur en goedkoop. Ja. Kiko heeft, noemt het de CC cream. Mm-hmm. Die is het, vind ik hetzelfde als die van... Pore Professional van Benefit. Oké. Okay. Kijk, je poriën zijn ook gelijk gevuld. Mm-hmm. Het is niet dat je poriën dit verdwijnen, het vult. Je zet het gewoon als een primer voordat je je make-up zet. Ja. Oké. Okay. Beetje op je neus. En het matteert ook. En het vult je poriën. Ja, je ziet ook gelijk meteen dat je huid glad wordt. Ook als je eraan zit, heb je echt zo'n babybillen. Echt? Een huid. Je poriën zitten voornamelijk hier, op je wangen, op je neus. Sommige mensen op je voorhoofd, maar echt hier. Mm-hmm. Voel maar even hoe het aanvoelt. Oh shit! Oké. Zo. Ik voel als een babybillen. Nee, babybillen. Super spannend. Laat me kijken. Mm-hmm. Girl. Kan je dit ook gewoon zetten, gewoon, je weet toch, zonder make-up? Ja. Ja, ja, kan, ja. Dat je poriën gewoon weggaan. Oké. Okay. Ja. Oh, nice. Oké. Okay. Oh, I like it. Dan moet je dit wel zetten nadat je je dagcreme hebt. Eerst dagcreme, dan poriën. Skin Trainer CC Blur. I need that in my life. The brows. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb echt heel lang niet geëpileerd. Ik heb voordat je kwam een paar haartjes getrokken, want ik dacht, oké, die kunnen echt niet meer. Oh, maar ja. Je weet, ik fix het wel. Ja, jij wel, hè? De Dip Brow gebruik ik. Van Anastasia. My favorite. Ooit. Welke kleur is het? Medium brown. Oh, medium brown. You fucking liar! Ze zeggen medium brown. Ik snitch gewoon, hè? Ja, waarom is het niet om te liegen, hè? Met mijn haar. Mijn haar is nu licht. Mm-hmm. Ja? Betekent dat dat ik een lichtere kleur moet nemen voor mijn wenkbrauw? Of maakt dat niet echt uit? Zolang je maar geen zwart gebruikt. Geen zwart? Nee. En ook niet helemaal dicht tekenen. Nee. Aan de binnenkant. Nee. Want dan wordt het heel hard. Ja, ja. En mensen met zwart haar, moeten hun wel zwart gebruiken? Nee, ook niet. Ook niet? Nee. Dus je moet eigenlijk nooit zwart gebruiken? Nee. Waarom is het dan in de productie? Wat ik nu ga doen is shapen. Primer is een basis voor je oogschaduw. Mm-hmm. Maar ik vind het concealer ook goed werk. Ja. Ja, want de oogschaduw moet gewoon blijven plakken, that's it. Ja, en gewoon dat op zijn plek blijft zitten. Okay. Ik heb hem geshaped, maar ik trek hem gelijk door. Dan heb je gelijk een basis voor de ogen. Stel je voor, je hebt zoiets van, ik wil toch een primer gebruiken. Doe je eigenlijk dubbel werk? Nee, want je kan het altijd nog eroverheen doen. Mm-hmm. Of je doet je wenkbrauwen shapen en dan hou je ook dus een primer. Okay. Ik vind dat extra werk, want je kan het best wel goed doortrekken. Daarom. Oké dan. Wat ik wel moet zeggen, als je de concealer gebruikt, moet je wel voor zorgen voordat je de oogschaduw aanbrengt, dat de concealer wel al geblend is en niet in de lijnen zit. Want anders krijg je dat dus niet meer. Nee, precies. Dus net zoals ik net even tussendoor deed, toch nog even erop deppen, zodat het niet in de lijn is. Dan gaan we nu starten met de Urban Decay Honey Palette. Hala! Maar wat ik altijd eerst doe, is de hele lichte kleur, die doe ik over de hele ooglid. Dus ik gebruik nu een hele lichte kleur. Dat doe ik dan over de hele ooglid, maar heel subtiel. Niet
echt heel veel dat het helemaal wit wordt. Je doet gewoon heel subtiel zo. Oké. Okay. En waarom doe je dat? Om het een beetje te matteren en een beetje een kleur van te maken, zodat die concealer ook gelijk op zijn plek blijft. Okay. We gaan een warme tint gebruiken in de grease. De grease zit dus hier. Arcadeboog. Als die bij jou niet zichtbaar is, is een tip. Doe je gewoon even zo je ogen zo, joep, naar voren. Het ziet er pijnlijk uit. Fuck. Maar dat doet geen pijn, toch? Nee. Nee. Ik vond het wel weird. Nee. Okay. Zo, zie je? Een lekker warme tint. In de grease. Ronde bewegingen. Nu weer. Wat ik nu ga laten zien, we gaan geen cut grease doen dit keer, maar we gaan een overloop doen. En wat, bij een overloop is belangrijk dat je blendt. Zorg altijd dat je een lichte tint hier hebt en dat je dan overloopt naar donker. Oh, het is wel echt een mooie kleur goud, hè? Mm-hmm. Ik weet niet hoe jullie dat zien, maar in real life, ja, het is echt mooi goud. In elk beeld is het altijd anders dan in het echt. Het is echt heel mooi. Dan ga ik dan met een bronzen tint in het midden doen. Dus daarna. Wat ik doe, ik doe aan het midden van je ooglid aanbrengen, maar toch ook iets over de gouden heen, zodat het mooi over elkaar heen loopt, dat je niet ziet waar het stopt. Dit is wel een echte wat rustigere oogmake-up voor jou, vergeleken met die andere keren zo extreem. Is dit eigenlijk een beetje te normaal voor jou? Bitch, what? Yeah. Yeah, are you saying I'm crazy? Ik ga een matte bruin dan aan het uiteinde doen. Een beetje in de grease, aan de zijkant. Zie. Dit is gewoon een soft glamour. Oogmake-upje. De penseel van... Urban Decay Honey zelf. Daarmee ga ik blenden. Zodat het mooi samen blendt in de grease. Dat je die lijnen niet ziet. Ik vind die kleuren echt geweldig. Ik voel me zo'n katachtige. Wow. Ik ga highlighten met oogschaduw op de hoogste punt van de wenkbrauw. Kijk, bevalt dit? Denk ik wel. Nou. Oh. Oh, wauw. Zo, ik hou van het goud. Helly, je verpest mijn leven, want ik ga die palette nu moeten kopen. Ik hoef het, het is zo. Wauw, ik hou van die overloop, want het gaat van goud naar brons en dan donker. Donkerbruin. Ja, super mooi. En hier heb ik dan ook een beetje brons gezet, maar dat is dan weer een andere kleur brons. Oh ja, die highlight. Oké. Maar ja, om het dan nog meer naar een beetje uit te laten komen, gaan we even de donkere kringen wegwerken. Oké. En gewoon de basis aanbrengen. Ja, je ging Aisha doen. Wow. Ah, je pond houden! Hé, hey, meisje! Ik moet die trouwens ook hebben. Ik hoef het niet te pikken. Deze vrouw gaat me scheer maken met al die producten. Pallets van 50 euro. Aisha, hoeveel kost Aisha? 30? Volgens mij is deze 30. Zie je? Dat dacht ik al! Maar is het waar? Ja, ik investeer in mijn klanten, weet je. Ja, begrijp ik. Ik investeer meer voor mijn klanten dan voor mezelf. Gebruik je eigen make-up? Nee. Dit? Nee. Je gebruikt je eigen make-up niet? Nee. Oké, you're dedicated.
En ziek in je hoofd. Als ik dit allemaal had, hè, was feestje. Ik zou iedere dag make-up doen, iedere dag andere dingen. Ja, dat verwachten heel veel mensen. Mm-hmm. Maar ik heb zoiets van, wat voor je klanten zijn, is voor je klanten. Dus ik zoek dit, ik doe heel blij. Maar het is niet eens voor mij. Ja. Het is voor jullie. Mm. Wij namens al je klanten, wij waarderen het. Koper. Oogrollen, Faïsja. Er zit pure arganolie in. Staat er ook op. Ik gebruik hem ook voor mezelf. Ik vind het geweldig. Ja, voor de droge... Ja, droge. Weet je, je huid onder je oog is... Wat, 70%, 40% dunner dan de rest van de huid? Echt? Ja, want dit was... Don't do that! What's wrong with you? Wat is dat wat je onder? Het is de peach corrector voor de donkere kringen. Deze peach heb ik zelf gecreëerd. Echt? Ja, dus een beetje van die. Girl! Met een beetje van deze. Hé, hey, wacht even mensen! Helly Mix eigen concealer coloreren! Oké, dan! Huh? Oh, dan weet je bent een pro, hè? Dan weet je bent een pro, want als ik begin te mengen, is het klaar, hè? Dan ga ik met de beauty blender, een kleine beauty blender, die zijn speciaal makkelijk voor onder de ogen. Zo. Even deppen. Nu doe ik gelijk de foundation aanbrengen met de beauty blender. Je ziet er niet uit, echt. Pannenkoekgezicht. Maar echt. Blender, heel goed. Wat doe je? Je neus smaller maken. Mm. Hoe doe je dat? Met diezelfde donkere kleur. Mm-hmm. Die ik net heb gebruikt om je gezicht mee te contouren. Mm. Nu gaan we de bananenpowder gebruiken. Mm-hmm. Dit matteert gelijk. Kijk maar omhoog. Kan ook de translucent powder zijn. Is hetzelfde. Nee, is dat gewoon neutraal. Dit zorgt dat je warme tint ook weer naar voren komt. Dus de baas zit erop. De kringen zijn weggewerkt. Nu ga ik de onderkant van de ogen ook een beetje oogschaduw aanbrengen. Het gouden dus. Look how gorgeous. Gorgeous? Kijk. It's still not gorgeous. Hoezo niet? It's gorgeous. Oh. Ik had het. Eyeliner, mascara, blusher, highlighter. En dan lipstick. Oeh. Heb je al een lipstick in gedachten? Nee, hou je het nude of ga je bold? Bold. Oeh, ik wil voor bold. Ja. Ja. You never play it safe with me, hè? Nee. Laten we verder gaan met de eyeliner. Ik kan het gewoon zo de lijn trekken. Maar vaak wat er kan gebeuren is als je het dan loslaat, heb je allemaal ribbeltjes. Om zeker te weten dat je lijn mooi strak blijft, doe ik altijd ooglid iets omhoog. En dan trek ik de lijn vanaf het midden. Ik weet niet of jij dat voelt voor je. Naar het uiteinde, terug, en even nog meer, en dan de binnenkant als een laatste. Dan hou je je ogen open, maar je kijkt naar beneden. Oké. Ja? Dit, zodat je, als die lijm dan hecht en je hebt je ogen dicht, kan het aan de onderste wimper vastplakken. Mm. Bovenop de blush. Beetje op de slapen. Dank je ook. Beetje op de neusbrug. Ik weet echt niet waar ik vrijgezel ben. Omdat jij me niet elke dag opmaakt. Nee. Dat is het. Kan je je voorstellen? Oh. Dit rood. Mm-hmm. Of zeg je nee, is too much. Ik vind het wel sexy staan met je gouden haar. Let's do rood. Let's do rood. Vandaag is rood. De kleur van mijn lippen.
wat vind je het niet mooi? Je kijkt al opzij. Nee. Ik zie je al een... Ik zit echt te kijken van vrouw, schiet op, laat me selfies gaan maken. Want boy, I look good. Kijk naar me. Kijk even dan. Ze is helemaal into the self. Okay. Dat ze niet eens meer luistert. Oké. Ik heb gewoon attitude. Zo. Kom naar jou en je make-up skills. Kom het niet te pitten. Nu krijg ik de schuld. Ja. En als ik zo doe, ben ik uit. We hebben een naam voor onze show. En ja. Het heet... Beauty Fun met Helly en Lindsay. En hij is verzonnen door... Monique Lopez. Heel erg bedankt, mevrouw Lopez. Dus we gaan jou uitnodigen voor een makeover. Door de enige echte Helly. So you're gonna be pretty like me. Ja. Gefeliciteerd. Helly, denk ik. Ik denk dat het goed is dat Helly persoonlijk contact met jou gaat opnemen. En dan kom je in de uitzending. Gaat ze je... Sowieso, je mag haar alle vragen stellen die je wilt over make-up natuurlijk. Geen privévragen, want daar doen we niet aan, hè? Maar je kan haar alle vragen stellen die je wilt over make-up. En je krijgt gewoon een hele make-over. Het wordt natuurlijk gefilmd, hou daar rekening mee. Ja. Dat is wel wel een tijdje. Maar het was heel gezellig. Yes. Ik wil even mijn excuus aanbieden dat er vorige week zouden eigenlijk nog een aflevering van ons komen, maar door omstandigheden kon het niet. Maar wij gaan ons best doen om de week een beauty fun bij Helly en Lindsay beauty online te gooien. Bij Helly en Lindsay, ja, leuk, superleuk. Ja? Oké, love it. Zullen we nog sexy doen voor de camera? Thank you.